In mijn werk kom ik vaak promotievideo's tegen en mensen die voor het eerst hun eigen promotievideo gaan maken. En daarom zie ik ook vaak dat mensen toch wel dezelfde soort fouten maken daarin. En daarom ga ik je in deze video meenemen in wat zijn de 5 meest gemaakte beginnersfouten. Hoi, ik ben Riske van de Videomakers. Op dit kanaal helpen wij jou bij het maken van betere video's. Dus wil je daar vooral niks meer van missen, word dan ook even lid van ons kanaal. Of word bijvoorbeeld lid van onze nieuwsbrief die we maandelijks sturen vanaf onze website. Dan ga ik je in deze video meenemen door de vijf meest gemaakte beginnersfouten bij het maken van promotievideo's. Dus laten we beginnen bij stap 1. Als je dan eenmaal een video gaat maken, wil je natuurlijk alle informatie die je hebt over je bedrijf en je producten en je diensten, wat je dan ook maar gaat verkopen, wil je allemaal vertellen. Maar video is daar eigenlijk niet het meest geschikte medium voor. Eigenlijk vind ik video het meest geschikt om gevoel over te dragen. En dat is wat je heel goed kunt doen door bijvoorbeeld zelf voor de camera te staan, zodat mensen leren jou kennen, mensen krijgen een goed gevoel bij jouw bedrijf of waar je een promotievideo voor maakt. En dan zijn ze daarna vaak geneigd om tekst te lezen op je website bijvoorbeeld. Dus gebruik video niet om in één keer alles te willen vertellen, maar om mensen gewoon alleen maar een goed gevoel te geven bij jou. Ik zie zo vaak dat mensen hun video willen beginnen met vertellen wie ze zijn, wat ze doen, wat voor opleiding ze hebben gehad, waar hun kantoor staat. Maar weet je, op het moment dat iemand jouw video kijkt die jou nog niet kent, is hij daar helemaal niet in geïnteresseerd. Dan wil hij alleen maar weten wat hij wil weten. En dat klinkt als een beetje een open deur, maar denk daar dus aan. Wat wil jouw potentiële klant weten? En pak hem daarop, zeg maar. Dus begin met te vertellen wat diegene interesseert, wat hij zich misschien al lang afvroeg, wat hetgene is waarbij jij hem kunt helpen. En op die manier trek je iemand echt de video in. Beginnen met een titel in beeld en dan een presentator die iets doet. En vervolgens hoor je een stem van een persoon die je niet in beeld ziet, die iets vraagt. En dan is er iemand in beeld die daar antwoord op geeft. En nou ja, dit zijn allemaal verschillende vormen die je kan gebruiken om je informatie die je wil geven over te dragen. En ik zie dus vaak in beginnersvideo's dat ze al die vormen ook een beetje door elkaar gebruiken. En dat kan heel verwarrend werken, omdat je kijker dan eigenlijk niet goed weet waar die nou precies naar aan het kijken is. Omdat hij steeds weer verrast wordt door een nieuwe vorm. Ik zou je dus aanraden, kies één vorm en hou je daaraan in de hele video. Ik zie vaak dat als mensen hun eerste video willen gaan maken, dat ze dat dan heel leuk vinden. En dat is goed, want dat is ook heel leuk. Maar dat ze dan dus ook soms eventjes het product of de dienst die ze willen verkopen een beetje uit het oog verliezen. Zo heb ik bijvoorbeeld laatst gezien dat iemand die een serieus juridisch product wilde promoten, dat hij een komische video daarbij ging maken. En dan denk ik, los van het feit dat comedy ongeveer het moeilijkste genre is, want iedereen vindt iets anders grappig, is comedy niet iets wat past bij dat serieuze juridische product. Dus je moet heel goed denken aan wat is het eindproduct en op wat voor manier kan ik dus het beste die video daarbij laten passen. Want op het moment dat de video heel anders is dan hetgene wat je verkoopt, dan kan het ook zijn dat je klant dus je product straks vindt tegenvallen, omdat hij denkt, ja maar er was mijn comedy beloofd en ik krijg dit. Dus dat werkt dan niet goed. Dus denk heel goed na over wat het is wat je wil verkopen en wat voor soort video daarbij past. Als je een promotievideo maakt, dan wil je waarschijnlijk iets van degene die hem kijkt. Namelijk bijvoorbeeld, ga naar mijn website of koop mijn product of kom naar mijn evenement. Of, weet je, er is een reden dat je die mensen deze video voorschotelt. Dus zorg ook dat er aan het einde van die video heel goed duidelijk is wat je van ze wil. Call to action noemen we dat. Die term heb je vast wel eens gehoord. En een video kun je dat heel goed doen door bijvoorbeeld nog te zeggen, ga naar onze website en daarna de website in beeld te brengen, gewoon met tekst. En wij doen dat bijvoorbeeld ook heel vaak. Kijk, in deze video kan ik je bijvoorbeeld zeggen, wil je nou meer weten van video's maken voor ondernemers? Wij hebben op de Videomakers website een hele mooie masterclass gemaakt over het maken van je eigen pitchfilm voor ondernemers. Dus ga vooral even kijken op onze site. We hebben de link gezet in de beschrijving onder de video. Tot volgende week! We'll be right back.